Hallo, we zijn vandaag in de Harskamp. Het is lekker weer, hele blauwe lucht. Er staat alleen een beetje veel wind. Maar, en mijn haar zat hartstikke netjes. Maar ja, dat maakt niet zoveel uit natuurlijk. Hè. Maar we gaan naar Flegon. En Flegon is een ongelooflijke lieve man. Die heel veel voor andere mensen doet. Heeft een hele aardige vriendin die hij ontmoet heeft. Maar dat hele verhaal, dat gaan we straks wel vertellen. Maar deze bloemen en de stoel. Matthijs. Is die weer mooi, hè? Hij is weer mooi. Nou, we gaan iemand verrassen hier. En ik hoop dat ze het leuk vinden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goeiedag. Dag. Kijk. Bent u Flegon? Ja, dat ben ik. Nou, wat ziet u er leuk uit? Ja, even, dankjewel. Ja, jij ook. En dat is Cindy? Nee, ik ben Mirna. Ik ben de vrouw van Flegon. Ja. En Cindy is binnen. Ja, maar die heeft gezorgd om u te verrassen. Oké. Okay. Ja, die is er ook. Ja, wat leuk. Wat jij moet komen. Hallo. Ja, jij moet komen. Kijk. Dit is Cindy. Ja, Cindy. Hallo. Het is gelukt, hè? Ja. Ja. Niet verwacht. Nou, kijk, we komen. Wat kijk, verrassen met een stoel. Kijk nou toch wat. En die u heel erg verdient. Dat zegt. Want u doet zo ontzettend veel voor heel veel mensen. Ja. En dan geef ik die aan uw vrouw. Ja, doe dat. Alsjeblieft. En dan gaan we de stoel naar binnen brengen, hè, Matthijs? Laten we dat maar doen. Ja? Ja? Oh, wat gaaf. Wat verdikke me. Nou, kom binnen. Ja, kom lekker. Binnen. Dat is hem. Kijk nou. Wat gaaf. Leuk, hè? Ja, of dat leuk is. Ja. Of dat leuk is. We mochten wel in gaan zitten, want dit is een stoel. Kan die het hebben? Ja. Maar Matthijs die gaat u het helemaal uitleggen. Oh joh. Wat leuk, ik vind dit zelf een leuk huis. Zie je zitten? Ja, mooi hè? Enig, ja. Nou, niet schrikken. Nee. Ik zal maar even lekker relaxen. Daar gaan ze. Kijk eens even. Dit is zo lekker. Je voelt gewoon en dat je helemaal tot rust komt. Kijk, zo. Hoe voelt dat? Ja, lekker, hè? Lekker, hè? Jongen. Je voelt hem ook, ja? Je voelt hem ook echt. Ja. Je kan ook hier in je rug. Ja, overal. Je voelt hem helemaal. Het is echt zo fijn. Dat was de laatste keer dat ik gekookt heb. Ja, waarom heb je hem aangevraagd? Heb ik hem aan? Ja, we kennen elkaar denk ik nu 7 jaar. Nee, veel langer. Langer zelfs. Ik heb zelfs gezien dat langer is. Oh ja. 8, 9. 10 jaar geleden heb ik hem weer kennen in een hardloopwedstrijd. Dat met een vereniging inderdaad. Als een groepje op Facebook, zeg maar. En gingen gewoon een spontane loop doen. Ja. Ja, en Flegon en Mirna die zijn eigenlijk niet meer aan het beeld verdwenen. Wat fijn. Ja, ik heb een hele, moet ik voor mezelf even zeggen, een lastige tijd gehad. En daar hebben ze heel veel bij geholpen, mevrouw Flegon. En buiten mij doet Flegon gewoon voor alles en iedereen. Hij heeft nou sinds hij met pensioen is een bus, we noemen het al de klusbus. En daar rijdt hij bij iedereen langs. Ja. Doet die klusjes, bij mij is hij in huis aan het klussen. Maar het heeft twee kanten het verhaal. Voor mij, weet je, ik ben gepensioneerd geraakt, ik ben heel actief. Eigenlijk zou je zeggen ADHD plus, gewoon je moet in beweging blijven. Ja. Nou, dat kan je op verschillende manieren doen. Hè. Je kan koffie gaan schenken, maar ik vind dat ik veel capaciteit heb. Dus ik wil, hè, ik doe ook nog zeg maar jongerenwerk, ik werk op scholen, ik doe examens afnemen. Ik heb vorige zomer in Nijkerk bij de plantsoenendienst een groep mensen die zijn van de sociale werkplaats ondersteund, want het personeel ervan was met vakantie. Dat doe ik dan ook. En het is weet fantastisch, maar als iemand de stoel verdient. Ik kan altijd nog achter de geranium zitten. Kweek ze, maar ik zit er niet achter. Nou, leuk hè, Flegon. Ja, Flegon is het, ja. Hij heeft een Amsterdamse moeder, waar hij ook heel lang voor gezorgd heeft. Dus als er iemand zo'n stoel verdient, dan is hij het. En het is altijd zo gezellig. Ik vind het altijd zo moeilijk om weer weg te gaan. Maar volgende week, dan zijn we er weer. En wie weet maken we weer iemand heel erg blij. Ik vond het gezellig. Dank u wel voor het kijken. En tot de volgende week. Dag.